Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over mislukken en waarom het eigenlijk een cadeautje is om te mislukken. Klinkt misschien heel bijzonder, maar je leert ontzettend veel van mislukkingen. Dus eigenlijk is het een cadeautje wanneer je een keer mislukt. Dus vier ook gewoon lekker je mislukkingen en wees er blij mee dat je het geprobeerd hebt en dat je het nu nog een keer mag doen. Klinkt heel raar, maar het is echt heel goed als je een mislukking hebt. Ik zal je in deze video ook uitleggen waarom dat zo is en waarom je zou moeten vieren dat iets niet gelukt is. Weet je, het kan namelijk, voordat je aan een nieuw doel begint, wat je graag wil bereiken, kan het heel lastig zijn om de moed en de energie bij elkaar te verzamelen om hetgene te gaan doen wat je nog nooit gedaan hebt. Want het is heel spannend om er een succes van te maken. Je kunt bang zijn om te falen, om de verkeerde weg in te slaan of om jouw doel niet te bereiken. Er ligt altijd mislukking om de hoek. En je kunt daar heel bang voor zijn. Want wat als het niet uitpakt wat je had verwacht? En wat als de mening van anderen aangeven, het is heel raar wat je aan het doen bent. Ik ben het niet mee eens met wat je aan het doen bent. Weet je, dat is toch een beetje kritiek op jezelf waar je niet op zit te wachten. Hè, als je goed bedoelde adviezen krijgt bijvoorbeeld die je niet wil opvolgen. Hoe ga je daar dan mee om? En wat als je straks terug bij af bent met dingen die niet gelukt zijn? Weet je, dan voelt het toch als falen. En het voelt alsof je dan een mislukking bent. Maar in principe is dat helemaal niet zo. Het enige wat je dan kunt zeggen is, ik heb een mooie reis gehad. Ik heb nieuwe dingen geleerd, ik heb nieuwe skills ontwikkeld en ik heb gemerkt wat niet werkt. En dat is ook wat waard, want daar leer je als persoon zijnde alleen maar van, zodat je weet wat je de volgende keer anders kunt doen. Want zonder mislukkingen maak jij nooit een stap vooruit. Zonder mislukkingen blijf je altijd op hetzelfde niveau als waar je nu zit. Dus zul je nooit verandering hebben in je leven. En daarom moet je zo blij zijn met mislukkingen. Want het laat zien dat je stappen vooruit wil maken. Het laat zien dat je ergens wil komen. Want als iets niet gaat zoals je vooraf gepland hebt, dan is dat niet het einde van de wereld. Het laat zien dat je doorzettingskracht hebt. Het laat zien dat je je dromen wilt bereiken. En het laat zien dat je begrijpt dat jouw magie echt buiten je comfortzone plaatsvindt. En dat je ook het pad wil bewandelen wat nodig is om jouw doel te bereiken. En weet je, dat is minstens net zo belangrijk als het behalen van jouw doel zelf. Dus zie dat dan ook als een doel op zich, in plaats van alleen dat stipje aan de horizon waar je naartoe werkt. Het pad ernaartoe is minstens zo belangrijk. En geniet er ook van dat je dat aan het doen bent, weet je. Want als je jouw doel bereikt hebt, dan denk je misschien, oh ja, ik ben er nu en wat nu? En dan kijk je terug en dan zie je dat je misschien helemaal niet genoten hebt van de reis ernaartoe. En dat je gewild had dat je dat anders gedaan had. Dus sta gewoon soms ook even stil bij, hey, ik ben nu al, als dit je doel is, ik ben hier gestart en ik ben nu hier. Kijk terug, wat heb ik gedaan? Kijk vooruit, welke kant ga ik nog op? En welke dingen heb ik allemaal geleerd onderweg? Weet je, neem gewoon even een momentje voor jezelf om te evalueren. En ga dan weer verder naar je doel en doe op dit punt misschien weer hetzelfde. En op dit punt ook en op dit punt ook. Totdat je je doel bereikt hebt. Weet je, en dan zit er ook best veel voordelen aan die evaluatiemomenten die je kunt inplannen. Want als dan een keer iets niet lukt, dan kun je ook, of je weet even niet hoe je verder moet, dan kun je ook gaan kijken van, hey, ik ga nu anderen om hulp vragen. Hè? Mensen om mij heen, wie zal hier ervaring mee hebben? Wie kan hier mij mee helpen? Of kan ik op Google iets vinden wat mij kan ondersteunen om mijn doel te bereiken? Zodat je echt gewoon heel doelgericht en efficiënt aan de slag kunt gaan. Weet je, het brengt je misschien op nieuwe mogelijkheden en ideeën om er echt bewust mee te praten over anderen. Weet je, dingen waar je zelf niet over na hebt gedacht. En dat is echt super fijn. Klinkt misschien raar, maar er zitten ook zitten voordelen aan het mislukken in het behalen van je doel. En ik zal ze met je doornemen welke voordelen dit zijn. Eerste voordeel wat je kunt ervaren is dat je een hele hoop doorzettingskracht gekregen heb. Want je ziet het als een berg beklimmen. Dan ga ik weer met mijn hand. Als dit je doel is, je gaat toch zo omhoog. En je gaat toch dingen leren. En je hebt een stijgende lijn in de dingen die je terugkrijgt. Qua ervaringen, qua skills die je leert, qua mensen die je ontmoet. Weet je? De doorzettingskracht is daar ook iets van. En wees blij door die reis te ondernemen. Want je hebt echt laten zien dat je moet doen wat nodig is om je doel te bereiken en dat je echt bereid bent om nieuwe dingen te leren en om hulp en advies te vragen als dat nodig is. En dat is ook echt super belangrijk.
En daarnaast weet je nu wel wat bij je past en wat niet bij je past. Hè? Door het vallen en opstaan onderweg kun je allemaal dingen leren en meekrijgen die hiermee te maken hebben. Dus dat is ook super positief. En daarnaast heb je ook de weg vrijgemaakt voor nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden. Want stel dat plan A toch niet het leuke plan was, dan heb je misschien wel onderweg met je kronkelende paadje de berg omhoog gezien. Hey, daar is een doel B, dat lijkt me ook super gaaf. Dus je kunt dan onderweg je plan nog aanpakken, passen, zodat er wellicht nog iets veel mooier uitkomt dan het oorspronkelijke doel waar je naar op weg was. Een ander voordeel is dat je jezelf er echt beter door leert kennen. Wat wil ik wel, wat wil ik niet, wat werkt voor mij wel, wat werkt voor mij niet. En dat zijn ook dingen die je de rest van je leven met je mee kunt nemen en die je kunt onthouden. Dus dat is ook echt super positief. En ja, je groeit er gewoon door als persoon en de mislukking die geeft je misschien ook perspectief op nieuwe dingen die je kunt bereiken. Dus eigenlijk wil ik zeggen, ga gewoon lekker stralend falen. Het maakt niet uit, weet je, het is goed. Blijf lachen, blijf stralen, blijf blij. Want je hebt zoveel dingen geleerd en het heeft je zoveel dingen gebracht, dat het alleen maar positief is. En het maakt niet uit wat anderen van denken. Weet je, als zij veilig in hun comfortzone en bubbel willen blijven en op woensdag willen sporten en op zondag gehakt willen eten en verder niks bijzonders willen doen, dan is dat prima. Maar jij kan wel voor jezelf laten zien van, hey, ik wil dingen bereiken en ik ben bereid om ervoor te gaan. Dus ga er gewoon voor en kijk wat je wel hebt meegekregen van deze mislukking. Weet je, wat heeft de reis jou geleerd? En dat is minstens zo belangrijk als jouw doel wel behalen. Misschien zelfs nog wel belangrijk. Accepteer gewoon dat het dit keer niet gelukt heeft. Weet je, boeiend dat het niet gelukt is. Het maakt niet uit. Geef jezelf gewoon goedkeuring voor de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt en de pad die je hebt bewandeld. En dan is het goed. Het maakt verder niet uit. Weet je, zolang jij blij en tevreden bent met jezelf, mogen anderen dat ook zijn. Weet je, als je hier nooit iets verandert aan jezelf, dan zal je hele leven ook niet veranderen. Dus wees gewoon blij en trots op jezelf. Dat ben je namelijk echt waard. Een ander voordeel van als je op deze manier naar je mislukking kijkt, is dat je de focus legt op wat je wel kunt en op wat wel goed gaat. Dus eigenlijk maakt het jezelf dan meer gelukkig, omdat je in plaats van focus op het negatieve, nu focust op het positieve. En daar leer je ontzettend veel van. Hè? Weet je, hoe je naar de wereld kijkt, is ook wat je aantrekt. Dus als je alleen maar focust op het negatieve, dan zul je ook alleen maar negatieve dingen aantrekken. Als je focust op het positieve, dan trek je juist meer positieve dingen aan. Dus dat is een ander voordeel van op deze manier naar de mislukking kijken die je gehad hebt. Weet je, als je mislukt voor jezelf, als iets niet gaat zoals het was, koop gewoon lekker een bos bloemen. Koop dat nieuwe shirtje wat je graag wilde hebben. Koop een stukje taart om het te vieren. Wees blij. Accepteer dat het mislukt is en ga gewoon nog een keer verder. Want het is niet erg om te falen. Je hebt 65, 70, 80, 90 jaar waarin je leeft en waarin je dingen kunt proberen en ontwikkelen. Het hoeft niet allemaal vandaag. Het hoeft niet allemaal gisteren af. Je hebt zoveel tijd in je leven om de dingen te bereiken die je wilt, dat het gewoon allemaal prima is. Weet je, het kan heel lastig zijn om mislukkingen te accepteren, omdat het eigenlijk gewoon een beetje voelt als gezichtsverlies. Het voelt alsof je jezelf teleurstelt en alsof je nooit wat kunt bereiken. Dus kan een heel stuk teleurstelling aan de grondslag liggen. En dat kan best zijn dat als een patroon door jouw hele leven heeft plaatsgevonden. Hè? Dat je telkens in situaties van teleurstelling of afwijzing kwam, waardoor je dat als jouw normale waarheid bent gaan zien. Weet je? En dat wil je dan nu, hoe dan ook, voorkomen. Je wilt niet weer teleurgesteld worden of andere mensen teleurstellen. Je wil het gewoon in één keer goed doen. En die druk dat legt heel veel druk op jouw schouders, waardoor je eigenlijk heel bang bent om een mislukking te hebben. Terwijl dat in principe helemaal niet erg is en jij de enige bent die zo streng is voor jezelf. Maar het is wel interessant om eens te kijken van waar komen die gevoelens vandaan en wat is de waarheid die ik vroeger had mogen weten over de mislukking destijds, waar ik nu nog steeds last van heb. En het kan bewust zijn dat je er last van hebt, maar het kan ook onbewust zijn omdat je die situatie niet meer weet, omdat je er gewoon te jong voor bent en er geen herinneringen meer, te jong voor was en er geen herinneringen meer aan hebt. Als je wil, dan kunnen we samen eens kijken van, waar komt die angst om te mislukken vandaan? En wat kan ik eraan doen om dat te veranderen? Op mijn website, lindabisschop.nl, kun je een gratis kennismakingssessie inplannen.
En dan gaan we samen kijken hoe we voor jou zo snel mogelijk van die gevoelens af kunnen komen. En hoe we kunnen zorgen dat je ook jij succes bereikt. En gewoon meteen succes bereikt zonder te falen, zonder bang te zijn voor de mening van anderen. En ook zonder je wat aan te trekken van wat goed is en wat niet goed is. Want het enige wat telt in jouw leven is jij. En dat jij gelukkig bent. En dat jij doet wat jij leuk vindt. Want het is jouw leven, dus dat ben je waard. LindaBisschop.nl. Ga naar het kopje afspraak en plan daar een afspraak in wanneer het jou uitkomt. Dat kan gewoon vanuit huis. We doen het via Zoom. Dat is een app op je telefoon. Kan ook via de internetbrowser. Dus je kunt dat gewoon thuis vanuit jouw luisterstoel doen. Je mag de camera erbij aanzetten. Het hoeft niet, net wat je zelf wil. Ik help je gewoon super graag verder op weg. En als je nog vragen hebt, ga even naar mijn website. Stuur me een berichtje en ik antwoord snel. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag binnenkort weer met een nieuwe video.